Ik ben Tom Egbrink, 28 jaar en ik ben professioneel rolstoeltennisser. Ik was altijd voetballer, ik was altijd keeper. In een gewone elftal met een half been en een prothese. En die brak regelmatig. En toen mijn vader kwam met het idee van rolstoeltennis, is dat niks voor jou? Toen was ik eigenlijk na 5 minuten eigenlijk gelijk verliefd op de sport. Ik ben Botik van Zandschulp, 26 jaar oud en ik ben proftennisser. Eerste succes was ik denk ik 19. Toen won ik het NK eind van het jaar. Ik won toen de tijd van Robin Haase. Mijn eerste succes was dat we op WK kwamen bij de jeugd. En dat gaf me zo'n kick, want we werden daar derde. En toen dacht ik, ja, vanaf hier gaan we verder. Toen ik in 2012 Wimbledon won, ja, was het natuurlijk fantastisch. Tennis is eigenlijk verslavend en het is best wel tactisch ook. Het is ook kijken naar hoe de ander speelt. Ja, het is ook gewoon een mentaal spelletje. Het is niet alleen wie kan het hardste slaan. Het is gewoon een intelligente sport. En hoe hoog je komt, ja, hebben ze steeds minder zwakke punten. Ik ben 6 dagen in de week bezig met trainen. Veel reizen, veel in het vliegtuig zitten. We moeten heel veel dingen laten, zoals je kunt niet bij iedereen op verjaardag komen. Maar goed, ik heb een doel in mijn leven en ik wil daar gewoon onwijs voor gaan. De rolstoeltennissers trainen ook op het Nationaal Trainingscentrum. Je ziet ook van dichtbij eigenlijk wat zij ervoor laten en wat zij ervoor over hebben. Natuurlijk op de Grand Slam spelen ze wel op hetzelfde podium. Maar eigenlijk in de toernooien daaromheen gebeurt dat niet zo vaak. Het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament is voor mij één van de mooiste toernooien om mee te mogen doen. Ik denk dat het één van de mooiste binnentoernooien ter wereld is. Het voelt voor ons als de 5e Grand Slam. De banen worden zo ingedeeld dat het publiek, ze zien het rolstoeltennis ook echt gebeuren. En de jaren daarna merk je gewoon dat je eigenlijk wat nieuwe supporters erbij hebt. En ik denk dat ABN AMRO daar ook voorop staat. Ik hoop dat ik voor een verrassing kan zorgen. Laat ze maar komen in ieder geval. En ik heb er onwijs veel zin in.